belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De politie heeft gisteren twee mannen aangehouden. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de diefstal van 200 televisies eerder deze maand bij Polytronica. Het gaat om een 31-jarige man geboren in Haiti en een 27-jarige man geboren in Curaçao. Bij de huisinvallen werd ook een 33-jarige vrouw gearresteerd. Zij is later na verhoor weer vrijgelaten. Bij de huisinvallen werd één van de gestolen tv's aangetroffen en ook een hoeveelheid marihuana. De politie zegt dat het onderzoek naar de zaak nog voortgaat. Een mooie actie van de Extra. Eerder deze maand is de krant begonnen met het inzamelen van levensmiddelen voor mensen die het moeilijk hebben in deze periode. Gisteren werden 57 verschillende pakketten vol met levensmiddelen uitgedeeld. Verder nog 40 pakketten voor kinderen en 6 speciaal voor baby's. Het team van Extra heeft ermee laten zien dat ze hart voor de samenleving hebben. De pakketten werden zeer gewaardeerd door de mensen die het nu heel nodig hebben. Na Qualectra, nosso tuma tempo para servibo, ora com masta cominibo. Llama no centro de cliente, na telefone 0800-035, de dia luna para dia viernes, foi de setor de mente até com setor de noite, para turno serviço não, off para transita. Se você quer transita para dia sabra, também por favor. Para escolher para transita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca, para a visita cerca nos vai mais fácil. Sim! Sí. Aqualectra, su centro de cliente, huerta clapa servibu na e momento cubta cumini abo. Op Aruba zijn voor het eerst besmettingen met het Omicron-virus geregistreerd. Dat maakte minister-president Evelien Wever-Kroes gisterochtend bekend. Het gaat om in totaal 17 besmettingen. Een deel van de mensen is onlangs in het buitenland geweest, maar een deel ook niet. Wever-Kroes stelt dat Aruba zich nu moet voorbereiden op de vijfde coronagolf. Zoals bekend zijn er op Curaçao geen Omicron-registraties bekend. Op Sint Maarten zijn er enkele mensen geregistreerd in het Franse gedeelte van het eiland. Het aantal coronabesmettingen op Curaçao stijgt snel de afgelopen tijd. Het gaat nu om 232 geregistreerde coronabesmettingen op het eiland. Gisteren kwamen er 39 bij, waarvan 16 geïmporteerd zijn. Dat betekent dat het gaat om mensen die uit het buitenland afkomstig zijn. Op dit moment liggen er 11 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan 4 op de intensive care. De Extra meldt vandaag dat de verschillende valse QR-codes de ronde doen op Curaçao. Dat heeft de krant uit goede bron. Binnen de overheid maakt men zich zorgen over de vele valse QR-codes, omdat op die manier mensen naar feesten toe gaan die naar alle waarschijnlijkheid niet volledig zijn gevaccineerd. De twee mannen die momenteel vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal van 600 kilo cocaïne uit het politiebureau in Rio Canario in 2018 blijven voorlopig langer vastzitten.
Gisteren heeft de rechtercommissaris de arrestatie van een 38-jarige man langer verlengd. Eerder gebeurde dat al met het arrest van een 20-jarige man. De twee zitten voorlopig vast en het onderzoek gaat door. In juni werden 3 mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid, maar die zijn later weer vrijgelaten. Nina Ansari, dochter van de Iraanse-Amerikaanse zakenman Hunsang Ansari, gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de zogenaamde Enya-zaak. Ook haar vader, Hunsang Ansari, gaat in hoger beroep. Eerder werden de twee, samen met alle andere betrokkenen, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de Enya-verzekeringsgroep van bijna 1 miljard gulden. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Excellent journaal, vers van de pers.